Hier gaat het met name om een halshouding, dat zie je. Nou, wij zijn aangekomen bij Rob en Els Dachat in Dorst. Leuk dat we hier mogen zijn. En wat gaan jullie vandaag vertellen? Nou, allereerst hartstikke welkom. Ja, leuk dat jullie willen komen, dat vinden wij wel belangrijk. We gaan je vandaag laten zien hoe wij ons denken dat de hackneysport eruit moet gaan zien. Hoe wij de fokkerij hier zo betichten, hoe we begonnen zijn. En met name, en dat is het allerbelangrijkste, wat de resultaten zijn van die fokkerij. Ja, leuk. Oké, dames. Alles wat we hier hebben is door onszelf gefokt, opgefokt, getraind, uitgebracht. En daar hebben we er oude en jongere van. Dit is een jonge pony, 5 jaar oud nu. Zal volgend jaar uitgebracht worden door mijn dochter. Het is een jonge Moonshadow. Moonshadow zul je zo dadelijk zien. Uit de merrie die je ook zo dadelijk ziet. Van de merries hebben we al 4 generaties die we iedere keer weer hergebruiken. Het idee is om iedere keer weer de positieve dingen van onze fokkerij te hergebruiken. Zodat het erin bevestigd wordt. Zodat de genie pool beter wordt. En dat lukt. Dat lukt eigenlijk vrij goed. Deze pony is een 5-jarige. Volle broer, halfbroer van Heren Jem, de nationaal kampioen. Vorig jaar de competitie gewonnen. Een van onze stamvaders, Bushel Buttons, vader van Heren Jem. Inmiddels 16 jaar oud. Wordt nu gebruikt om lessen te geven aan jonge mensen. En dat lesgeven aan jonge mensen, waar komt dat vandaan? Nou, we willen graag dat die sport gehandhaafd blijft. Ja. We willen erg graag dat er mensen komen. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat toen het initiatief kwam om de jongrijders te organiseren, vond ik dat een super initiatief. Alleen na zoveel jaar blijkt dat ze net zo hard in de rondte vliegen en eigenlijk hetzelfde doen als de ouderen. Terwijl we gehoopt hadden dat we daar wat meer basis en wat meer kennis in zouden stoppen. Zodat er wel een ander gezicht zou worden, dat de toekomst beter gaat rijden. En als je beter kunt rijden en beter gevoel hebt, kun je ook betere ponies beter presenteren. Ja. Dit is de nieuwe competitie, meneer. Is ook weer een volle broer van de zwarte die je net zag. Die zullen we ook even laten zien dadelijk. Dit is de vader van de meester, Moonshadow. Moonshadow is bijzonder, is bij de Postmasters, de enige Postmaster. De Postmaster is een volle broer van Sky King en dat bloed zie je eigenlijk 4, 5 keer in sommige generaties terugkomen. Het belangrijke van deze pony is, hier zit Emotion achter. En Emotion is een van die merries uit de Verenigde Staten waar gegarandeerd zoveel bloed in zit dat hij altijd loopt. Het leuke is, dat is onze hele fokkerij, als je daar door de stal loopt, je vindt eigenlijk nooit geen hengsten die beginnen te gillen. De hengsten en merries staan door elkaar, worden ook geladen door elkaar. En dat is deels opvoeding, terecht, maar heel groot is karakter. Dus een zoon van Moonshadow uit een van onze fokmerries, moet in augustus 3 jaar worden. Dus is vrij jong. Hij doet het niet. Hij moet even wakker worden. Is kapot. Dus dit is een van de ponies van de jaargang die we nu net binnengehaald hebben in het najaar uit het land. Onze hengsten die gooien we als ze een jaar oud zijn, gaan ze naar de buiten toe. Blijven ze dag en nacht buiten, zomer en winter. En dan komen ze binnen in november en dan gaan we ze er netjes bij zetten. En deze is dus november binnengekomen. Pline is een van de onderdelen waar we heel veel waarde aan hechten. Als je in de schoolbanken stil kan blijven zitten, kan je al heel wat met leren als dat je aan het lopen bent. Ja. Nou, je ziet beweging voldoende. En dat voor die leeftijd. Dit is leuk. Deze wordt ook dit jaar 3 jaar oud. Is ook in november binnengekomen. En je ziet nu, de hals die we zoeken, komt hier al aardig tot in uitdrukking. Voorwaarts. Want wat vinden jullie belangrijk bij een lange hals die boven gespierd is. Ja. Waarbij hij wat hoger uit de borst komt, zodat het voorbeen naar voren kan. Als het voorbeen naar voren gesteld is, is hij ook vaak wat langer. En dan heeft hij ruimte om die hoge beweging te maken. Een rechte schouder die met het voorbeen wat achtergesteld is, heeft veel meer moeite om die beweging te maken. Ja. Kleine maat en grote maat hackneys. Kleine maat is misschien wat hectischer dan grote maat. Ja, ja. Waar zit daar het vele verschil in? Eigenlijk is de grote maat hackney veel dichter bij het Nederlands taagpaard. Ja.
En tegenwoordig bestaan er niet veel Nederlandse tuigpaarden meer. Dat zijn bijna allemaal grote maat hackneys geworden. Terwijl een hackney kleine maat, die heeft eigenlijk de trek. Die moet elektriciteit in zijn beweging hebben. Net als die zijn iedere keer stoot. Er is zo'n heel zo'n trek erin. Ja. En dat maakt kleine maat anders dan de grote maat. De grote maat mag wat flauwer zijn in zijn bewegingsvorm. Terwijl de kleine maat juist heel hectisch moet zijn. Ja. Dat is ook het enige verschil. En voor de verder is blijft alles een beetje hetzelfde. Alleen het plaatje wordt anders als ze dat anders doen. Kom maar, jongen. Dus kleine maat is eigenlijk extremer. Ja. Oké. Okay. En je ziet hoe die zich aantrekt als die weggaat. Dat zijn de kleine dingen waar we erg veel aandacht aan besteden. Op het moment dat hij vertrekt, dan zet hij zijn hals erop en dan trekt hij hem boven rond. Alles wat hij daar doet, uit die voorwaartse beweging. Kijk, dan doet hij dat. Oh, niet te hard. Braaf hoor. Oh my. Dat vinden we van groot belang. Het paard is goed genoeg. Maar we vinden toch een aantal elementen eraan waar we van zeggen, die willen we toch anders hebben. En met name, als je goed kijkt, het gebruik van het achterbeen. Dat is voldoende naar voren, het is voldoende ingebogen, maar het zou nog meer uitdrukking mogen hebben. Ja. En als je dat niet in je fokkerij stopt, komt het er ook niet uit. Hier een eentje, die is 4 jaar oud, gaat dit jaar voor het eerst meedoen aan de concoursen. Okay. Is wederom een Moonshadow. Komt uit de stam waar ook Hirayama uit komt. Hier gaat het met name om de halshouding, dat zie je. Ja, die zien we graag. Een mooie schuine schouder, een doorlopende schof daarachter. Het been staat mooi aan de voorkant van zijn lijf, dus niet onder zijn lijf, maar ervoor. Waardoor dat je ook een wat langer voorbeen krijgt. Nou, je ziet eigenlijk, dat is dan meer gelukkige wijsheid, dat hij daarnaast nog een hele leuke kleur heeft en een mooie compositie heeft. Nou ja, en dan heb je eigenlijk een aantal ingrediënten die een showpaard zou moeten hebben, omdat hij mooi moet zijn. Ja. En wat mooi is voor iedereen... Weer anders. Oho. Kijk, hier zie je al dat de beweging al wel goed is, maar wat gedoseerder als bij die andere, omdat die getraind is. Die anderen die fladderen een beetje. Vinden we prachtig, spectaculair en mooi. En hier zie je eigenlijk dat elke stap zo wat even groot moet zijn. En dat doen we dan tact en regelmaat, waar we naar zoeken. Oho. Oho. Dat is zo braaf hoor. Wat kan zijn voor sport? Ja, dat is de moeilijkste vraag die je stelt. Ja. Omdat je dan eigenlijk een beetje naar vooruit moet kijken. Nou, je begint eigenlijk met je selectieprocedure op het moment dat je je hengst uitzoekt. Je hebt een merrie, daar weet je een hoop van. Je hebt een hengst, daar weet je een hoop van. En je wil een aantal elementen bij die merrie veranderen, verbeteren of uitbouwen. 1 van 3. Dan ga je een bepaalde hengstkeus maken. Dan zeg je, nou, die hengst heeft inderdaad die eigenschappen die hij in mindere mate of zij in mindere mate heeft. Als hij geboren wordt en hij is 3 of 4 dagen oud, dan komt hij eruit. Meestal ietsje eerder, maar rond die tijd kijken we eraan. En dan kijken we naar 1 ding. Is onze fokkerij geslaagd? Heeft hij die eigenschappen meegekregen die ik er graag in wilde stoppen? Is dat niet het geval, dan is het slechts een beest. Is het wel het geval, hebben we een bouwsteen. Ja. Als hij dan vervolgens nog recht van lijf en leden is, want dat is natuurlijk ook wel van belang, dan gaan we ervan uit, zoals ik al eerder zei, dat allegenen die erin zitten, die komen er vanzelf uit. Ja. Dus als die moeder voldoende looplust en voldoende beweging hebt en de vader voldoende looplust en beweging hebt, en dat is in 5 generaties het geval, wat zou ik dan denken dat deze het niet zou hebben? Vandaar dat onze percentage van goede beesten ook zo hoog ligt. En deze merrie is een Victory uit een Sky King moeder. 16, 15 jaar oud geloof ik inmiddels. Maar een beest waar wij van zeggen, even los van dat hij nu zo door aan het zakken is omdat hij ouder wordt. Maar zo'n oog erin, zo'n hoofd erop, zulke oortjes, zo'n ding, dat geeft uitstraling. Dat is personality. En die personality die is naast al het exterieur en al die beweging, hebben we ook nog karakter nodig. Ja. Dat straalt deze uit met alles wat hij in zich heeft. Dat heeft hij ook bewezen door al zijn kindertjes.
We hebben van onze binnenbak een beetje een leslokaal gemaakt. Dat wil zeggen dat we, als iemand hier komt, dan kun je een heel verhaal houden. En dat doe ik dan nog wel eens een keertje. Maar dat gaat natuurlijk het ene oor in, het andere oor uit. En iemand heeft maar zomaar zoveel op te nemen. Hij kan zomaar in zijn hoofd opzetten. Dus we hebben een aantal one-liners neergezet die we iedere keer weer terugvinden in die fokkerij en in dat trainen wat we met die paarden doen. Hoe je hem bij elkaar moet krijgen, we zullen dadelijk nog een stukje van training laten zien. En dan zouden dat soort dingen komen allemaal weer terug in het verhaal. Uiteindelijk is dat het eindresultaat dat we willen. Dit is Equality. Equality is de duurste hackney van de wereld. Daar hebben ze ooit 2 miljoen voor geboden en toen zei de man, dat doen we maar niet. Equality is een van de basishengsten die wij hier veel gebruiken. Training is leren en leren is stapje voor stapje. Leren is bouwstenen met specie ertussen. Dit zijn eigenlijk de basisprincipes. Na elke inspanning komt de ontspanning. Dat is in zijn totaliteit. Dus binnen een uur werk of een half uur werk, een half uur ontspannen. Maar ook per onderdeel. Dus als je een spier heel erg hebt laten spannen, dan moet je een oefening bedenken die dat ook weer ontspant. En kijk naar een goede dressuurproef. Daar zie je altijd een uitgestrekte draf gevolgd door een verlengde oefening. Dit is het voorbeen wat wij willen zien. Hoog in de knie, boven level noemen ze dat. Dit is je level. Dit gaat erboven, dat willen we graag zien. En op het moment dat hij op zijn hoogste punt is, en daarom een hackney pony anders is dan een hackney paard, dan moet het onderstandige been of recht of nog een meter, dus een beetje achterwaarts in zijn. Dat betekent dus dat hij hier gaat zitten. Hij leunt nu op het achterbeen, waardoor dat hij doordat hij leunt nog meer ruimte kan maken in het voorbeen. Dus een paard met een kort voorbeen die vooruit loopt en omhoog gehouden wordt door de opzet, kan deze beweging nooit maken. En zal dus zijn beweging zoeken in de ruimte. Dus naar voren toestekend. Dat willen we niet, dat hoort niet bij een hackney. Dit is een hackney pony voorbeen. Nou, hier een stel van die one-liners die we gebruiken met de training. Een aantal zijn ontzettend belangrijk. We willen mensen niet zo al te graag mee werken, maar is wel zo, de gewone natuurwetten. En daar is een voorbeeld van de zwaartekracht. We kunnen er lang en kort over praten, maar als ik wat laat vallen, valt het naar beneden. En zo is het met middelpunt vliegende pracht, balans en de weg van de minste weerstand net zo. Paard zal altijd voor zichzelf zorgen. En het paard wat denkt, ik ga vandaag eens naar links, omdat ik gisteren een beetje naar rechts gegaan ben. En dan zal het een beetje zo doen, die bestaat niet. Het achterbeen, daar is ontzettend veel over te doen. Daar kunnen ze boeken over zetten. Maar dat komt, naar mijn oordeel, omdat het achterbeen verward wordt met een sterk achterhand en een sterk achterbeen. Een sterk achterhand wil eigenlijk zeggen dat hij kan gaan zitten en helemaal onder de massa kan gaan staan. Een sterk achterbeen wil zeggen dat hij buigt in de sprong en pauzeert. Er zijn dus paarden met een niet al te sterke achterhand en een heel sterk achterbeen. Dat noemen we dan hielentrekkers. Die gaan heel ver omhoog, maar komen er niet onder. Die hebben wel een sterk been, maar geen sterke achterhand. Ik vind dat een paard in eerste instantie een sterk achterhand moet hebben. Want daar maak ik de lift, dan maak ik het hele plaatje. En in een latere instantie, als die ouder wordt of in mijn beoordeling, een sterk achterbeen. Maar het is dus niet zo dat het beter is. We willen ze natuurlijk allebei. Dit is de manier. En ook nog, als je een sterk achterbeen in combinatie met een sterke achterhand hebt, dan moet het onderstandige been recht staan. Als het onderstandige been naar achteren staat, dan hebben we een voorwaartse beweging. Dan vind je de beweging uit de snelheid. En hij moet dus beweging krijgen uit de balans. In de gang van zaken zegt men altijd, een paard moet, als hij een goede stelling heeft, in de lengtestelling wordt er dan bedoeld, niet de zijdelengte stelling, de lengtestelling, ongeveer een halve hand voor de loodlijn lopen. Ken je de uitdrukking? Ja? Alleen dat bestaat niet als het hele paard 30% gekanteld is. Want als deze voor de loodlijn moet lopen, dan moet hij zijn neus hier brengen. En toch heeft hij bijna geen driehoek, dus hij is bijna dicht, dus te veel in feite. Maar gezien het hele plaatje, bovenkant van het bit en het orenspel, heeft het geen effect op het beest. Dus je moet, om die zittende beweging te hebben, krijg je een grotere voorhand. En als je dat wilt hebben, dan moet je een houding hebben die ook die ruimte geeft. En hoe meer die zo gebouwd is, hoe makkelijker het is. Als ik een paard heb wat hier een kuiltje heb zitten en de hals onderuit de borst komt en een beetje de voorbenen weg heb staan, dan moet je je voorstellen hoeveel energie dat kost om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat het exterieur heel belangrijk is en vandaar dat je zegt, van, als je een exterieur hebt, dan kun je dit bereiken.